Welkom, Mr. Maduro. Gracias. Punt. Eigenlijk is het hele bezoek een hoogtepunt. Het is een historisch moment. We hebben decidido impulsar una nueva y mejor etapa de cooperación. We hebben besloten dat onze samenwerking een nieuwe fase moet ingaan, een nieuwe fase van intensievere samenwerking. A partir de la columna de ruggengraat van dat nieuwe model, dat is Petrocaribe. Profundizar, ampliar la We willen de samenwerking op energiegebied uitbreiden. We willen ook het sparen en het zuinig zijn met energie, dat willen we ook gezamenlijk vormgeven. In dit opzicht heeft de president van Venezuela ons 130.000 spaarlampen aangeboden, zijn al hier. Dus het programma moet worden uitgevoerd. We gaan ook aan een gezamenlijk financieringsmechanisme werken voor ontwikkelingsprojecten. U weet dat een van de hoofdpijnen die wij hebben, zeker voor de Surinamers in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder, is het huizenvraagstuk. In dit opzicht heeft de Republiek Venezuela bijzonder veel ervaring. Ik denk dat de afgelopen periode bijna een miljoen huizen hebben gebouwd. Dus u kunt zich voorstellen dat we daar veel kunnen leren. Wij hebben dus daarover gesproken. En er zullen zaken verder concreet worden uitgewerkt. En het bijzondere ervan is, waarom ik dit extra benadruk, is dat het kostenaspect aanzienlijk lager is dan wat wij nu hier produceren. We gaan de handel tussen onze twee landen gaan we verder uitdiepen. Muy pronto va una comisión a Caracas para Heel binnenkort gaat een commissie naar Caracas. Para concretar acuerdos en relación al arroz. Om het rijstakkoord verder te concretiseren. Onze rijstproducenten krijgen de gelegenheid concreet om zaken te doen met betrekking tot rijst. Venezuela. Erg veel rijst nodig en u weet minister Algo en onze entrepreneurs zitten te springen om rijst te verkopen. We moeten heel concreet gebruik maken van deze markt. Junto a Cuba. Samen met Cuba. Vamos muy pronto a ampliar la cooperación de la misión Milagro. De wondermissie, die gaan we verder uitbreiden. Dat wonder heeft al 5 miljoen mensen in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika bereikt. Curando la vista de los humildes. Het wonder is dat de oogproblemen van arme mensen, dat die verholpen zijn door operaties. We krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van Mission Milagro, getrokken door de dochter van de voormalige commandant Javes. Igualmente. Verder hebben we het gehad over transport en vooral transport in de luchtvaart. Nos hemos comprometido firmemente y tenemos que cumplir. Wanneer er regelmatige luchtvaartverbindingen zijn tussen de twee landen, dan gaat het de samenwerking tussen onze volkeren en de uitvoering van projecten heel erg vereenvoudigen.
Aspiramos muy pronto estar estableciendo una comisión de cooperación económica. Dus er gaat ook een commissie voor economische samenwerking gevormd worden. Hay muchos otros temas que vamos a seguir trabajando. En er zijn nog veel meer andere onderwerpen waar we aan gaan werken gezamenlijk. Yo creo que este encuentro ha sido, como dice el presidente Bouters, un encuentro histórico. Deze meeting is werkelijk, zoals president Bouters dat heeft genoemd, een historische ontmoeting geweest. Is het grensdispuut Venezuela-Guyana ter sprake gekomen? En wat, als het zo is, wat Venezuela van Suriname in dat kader verwacht? Sobre el tema de Guyana también hemos intercambiado información, opiniones. Uiteraard hebben we over het onderwerp van Guyana hebben we ook van mening gewisseld. We hebben onze meningen uitgewisseld, standpunten aan elkaar bekendgemaakt. Pero yo creo que lo más importante de todo el día de hoy. Maar het belangrijkste van alles is de dag van vandaag. Es que hemos sellado una alianza para el desarrollo social, para el desarrollo económico. We hebben een verbond gesloten voor sociale vooruitgang, voor economische samenwerking. Y por nuestras obras nos conocerán. En jullie zullen ons leren kennen door wat wij gedaan hebben, door wat wij doen. Chave sempre vivirá, vivirá. Cuidado. Nos vemos pronto. Vamos a ir a seguro. Sí, a bordo, ¿viste? Thank you.